Welcome to Kirak 14, Problem Child. This is Tarik Seduma, and today we are in the house of his mother. He brought something for his mother, a person, Mulai. And Mulai is telling his story to Gerda. Ik heb het in verschillende tijden heb ik het onderverdeeld. Ik maak er gewoon echt een persoonlijk verhaal van. Hoe het gekomen is dat ik nu hier zo sta. Ja, zeg maar even niet. Jawel. Ik maak grapjes. Wat denk je dat hier aan de hand is, Gerda? Wat is hier aan de hand? Ik heb geen idee. Ik zit hier thuis en de ene gaat de bel en jullie staan allemaal om me heen. En ik weet helemaal niet wat dit te betekenen heeft. Mulai voelt zich verdrietig en beledigd. Hij voelt zich onwelkom en wil weglopen. Nee, je kan niet zomaar weglopen. Mulai! Ik heb natuurlijk lang rondgelopen met mijn... allochtoon zijn. Dat vind jij geen fijn woord. De Dutch sociologist Hilda Verwij Jonker introduced the term allochtoon for non-Western immigrants and their children. Immigrants with different skin color and language. Nee, dat weiger ik gewoon, dat woord. Dat weiger ik gewoon. Maar het is toch wat je bent, hoor. Mama, even ophouden gewoon nu? Sorry, gewoon. Ja. Kun je het even, want het... Nee, maar ik vind het prima dat zij dat... Ja, maar ik ben even iets aan het doen. Oké? Okay? Ik bedoel, laat mij ook eventjes gewoon. Ja. Geef me even de ruimte. We hebben alle ruimte, schat. Ja, mag ik eventjes gewoon? Kun je even gewoon je snuit houden? Nee, is echt een grafje. Nee. Dus, ik kwam Mulai tegen, eigenlijk op het net. Hij verzon het woord desorientalisme. Neologisme, dat gaat over de gedachtenverwarringen bij het beschrijven van de ander. Tenminste, zo interpreteer ik dat. Ja. Dus dan heb je mensen die denken, nou ja, Marokkaan, dat is sowieso iemand of zo. Ik heb van Tarik een heel mooi verhaal gehoord over dat Tarik via jou een probleem eerst heeft kunnen opeten, maar ook weer uitspugen. Ik denk dat er in iedere allochtoon, semi-allochtoon, wat ik ook ben, een Mulai schuilt. Die vragen durft te stellen over zijn identiteit. En die daarbij niet schroomt om theatrale elementen in zichzelf uit te diepen. Met een soort ontvankelijkheid ten aanzien van de eigen vernedering en verlies. Vandaar ook dat je vandaag hebt gekozen om onderkoopman te zijn. Op zoek naar een schip, op zoek naar een zuil van waaruit jij kunt opereren. Een koers. Koers kunt uitzetten met schatkaarten die ik in mijn bezit heb. Mag ik even alleen zijn met mijn Mulai? Want er is geen Mulai in jou. Jouw moeder speelt een hele belangrijke rol in dit verhaal. Want in die gelaagdheid van het verhaal dat ik vertel, gaat het continu over vader en moeder. Ik ben heel erg gebukt gegaan mijn hele leven onder minderwaardigheidscomplex. Dat heeft te maken met mijn overheersende moeder. Mijn allochtone vader, die wel succesvol is. Sorry dat ik onderbreek, maar zullen we even in plaats van allochtone migranten van maken? Anders wordt het zo'n PvdA-praatje. Nee, ik ben gewoon vooral verbaasd dat jij rustig over je heen laat komen. Dat Tarik aan het uitleggen is dat jij een soort spartelende baby bent die net uit hem is geworpen. Nou, een baby is het niet. Het is wel echt een volwassen man. Het zou de lelijkste baby ter wereld zijn als dat is. Jezus, Mina. Nou, ik vind jou geen lelijke man. Met name met deze look. Die motoriek die past bij dat 17e eeuwse. Mensen waren wat korter. En het heeft iets heel expressiefs en vrolijks. Die Mulai, die heeft heel veel lagen, heb ik gezien. Ja? Ik vind het een gevaarlijke combinatie. Ik maak me zorgen. Ja, ik denk dat hij gewoon incognito is. En ik had ook die foto's gezien die je gisteren op de weide hebt gemaakt. Heel existentieel en een beetje ontroerend dat jij daar in je eentje staat en die foto hebt gemaakt. En je bent dat pak gaan halen op de fiets. Ja, dat is echt een man die een beetje verloren is, zie ik dan. Mijn hart breekt dan een beetje. Ja, sta ik even met mijn mond vol tanden, hè, jongens. Dat verloren, dat is mooi weergegeven zoals je het gezien had. Maar het is verloren, maar ik geef niet op. Ik blijf zoeken net zolang tot ik mijn doel bereik heb. En juist dat feit dat hij nooit zal opgeven, daar maken we ons ernstige zorgen over. Je hebt ook een aapje. Ik heb ook een aapje, maar dat is... Kun je dat even halen? Ja, maar wacht, dat wordt wel een beetje uit zijn context gerukt dan. Hè? Nee, maar wacht even, Mulai.
pak het aapje en voorzie het van context. Pak even het aapje. Pak het aapje nou eventjes. Hey, wacht nou even, Tarik. Mag ik ook even? Je ziet het aapje toch wel zonder aapje? Ik zie nee, het aapje. Helemaal niet. Doe dat nou alsjeblieft niet. Hij heeft gewoon een heel leuk aapje bij zich. Als jij dan zo kinderachtig gaat doen, dan gaat hij het aapje niet pakken op de camera. En ik doe ik moeite voor. Want ik denk dat die aap dan Maulijs Maulij is. Ja. Zoals Maulij mijn Maulij is. Ik denk dat jij zijn Maulij bent. Ja, maar kun je alsjeblieft niet de hele tijd doorheen tetteren? Want ik weet dat je geïnstrueerd bent door Kate en Stefan om dat te doen. Omdat het gaat over mijn minderwaardigheidscomplex door mijn overheersende moeder. En dat snap ik. Daar gaat het helemaal niet om. Jawel. Denk je echt dat Stefan mij iets gezegd heeft? Absoluut ik ben, niet. Ik ben nu ook in een positie gebracht waarin ik ook gemauleid word. En dat wil ik niet. Je bent helemaal geen overheersende moeder gehad. Nee, maar je moet niet liegen. Oké, maar kun je nu gewoon weggaan? Nee, ik ga helemaal niet weg. Ik heb me ergens gejat. Jij bent een overheersende zoon. Jij hebt helemaal geen respect voor je moeder, voor haar verdriet. Je moet even opdonderen nu. Ik ga helemaal niet opdonderen. Het is mijn huis en ik ga zitten waar ik wil. Nee, even serieus. Ik vind het leuk. Het is mag ik even een aapje pakken? Dan moet je niet zeggen, ik zie al een aapje. Dat is niet leuk. Ja, maar dat zag ik echt. Ja, maar dat moet je niet. Dat... Hier zie ik er ook. Hè. Die zit ook met de blabla tegen mij. Een nare jongen die tegen mij praat. Maar dit is mijn echte taart. Ik val vragen. Moulay, waar kan ik het aapje vinden? Nou, anders, het is gewoon bij het. Laat hem even dat doen gewoon. Oké, ja, dat is niet leuk als ik in jouw tas zit. Een man pakt zijn eigen aap. Dat vind ik een mooi. Een echte man pakt zijn eigen aap. Ik vind een hele, echt leuke jongen. Dus ik heb echt een hele sympathieke, liefdevolle gevoelens voor hem. Ja, tuurlijk, dat snap ik. Ik ook. Dit is het aapje. Ja, dit is Apie Japie. Apie Japie is sinds 3 dagen mijn huisgenoot. Dit. Het aapje wordt neergesmeten. Ja, en ik kom met zijn harses op de grond en krijg een schedelbasisfractuur. Dus ik heb hem maar verbonden. Moulay weet dat hij hier een moeder heeft zitten die naar hem luistert. En die heel graag wil horen, echt waar, wat het nou echt is, wat heeft jou zoveel pijn gedaan? Zeg het nou. Ja, nee, maar goed, maar... Het is niet erg, kom maar. Nou goed, ik heb het allemaal in de tekst die woede, geschreven. Die woede, die woede. Die frustratie dat die deuren gesloten blijven. Waarbij ik gewoon buitengesloten blijf. Waarbij ik dus niet precies weet wat er gaande is. Waarbij ik dus niet die spelregels geleerd krijg. Waarbij ik dus ook niet de handvatten aangereikt krijg. Eigenlijk formuleer je geen enkele keer wat jij nou zelf wil. Je zegt alleen maar die deuren blijven dicht. Ja, die deuren blijven dicht. Ik kan pas bepalen wat ik wil op het moment dat die deuren open zijn. Dus je hebt een soort van persoonlijkheid en karakter waarbij je eigenlijk nooit zal opgeven, want je gaat altijd door. Dat is eigenlijk bijna een soort Hollands Calvinisme, dat je niet opgeeft. Ja. Want als je opgeeft, dan heb je verloren. Tegelijkertijd heb je het idee dat je recht hebt op iets wat achter bepaalde deuren ligt. Absoluut. Maar je kan mij niet vertellen wat dan die deuren zijn of wat er dan achter ligt en wat jij wil. Nou ja, goed, laat ik het zo zeggen. Het is in ieder geval een gezonde weg naar het je kunnen ontwikkelen in alle echelons van de samenleving. Ik denk dat het een hele ongezonde weg is, omdat jij inmiddels jouw hele identiteit ophangt aan een soort van negatie. Het mag niet. Je wil inmiddels alleen maar die dingen die niet kunnen, maar je weet niet eens meer wat die dingen zijn. En je formuleert niet meer wat je wel echt wil. Heb ik nooit geweten. Ja, dat is een probleem. Dat is het probleem. Het gaat me niet om die Alice in Wonderland achter die deurtjes, want het kan net zo goed Cthulhu zijn. Dat risico wil ik best nemen. Cthulhu is een xenofoob angstbeeld van de sci-fi schrijver Lovecraft, waarbij de angst voor die adder zo groot en verzengend wordt dat ze gestalte krijgt in de vorm van een onderaards oermonster dat totaal onverschillig is tegenover jouw lijden, afkomstig uit een universum dat eveneens onverschillig is voor jouw lijden. Wie Cthulhu ziet wordt volkomen krankzinnig en raakt in een toestand van shock. De aanblik van Cthulhu is de angst zelf die het gevreesde naar binnen loodst, het lichaam in, en daarmee het verschil tussen jou en die gevreesde adder opheft. Moulay is dus bereid om de gruwelen van Cthulhu tegemoet te treden. En dit is heel wat anders dan deurtjes die eventueel naar Alice in Wonderland leiden. Jij doet nu alsof ik er een Alice in Wonderland van maak, maar dat doe je zelf. Want jij trekt een pakje aan. Waarom heb je de pakje aangetrokken? Dat vind ik leuk. Ik vind het best wel een statement. Ik vind het best wel een statement. Statements zeggen mij nooit zoveel, dat woord überhaupt. Ik wil eigenlijk gewoon heel graag weten wat jij wil en dat je daarover gaat nadenken. Weet je wat ik wil? Ik wil gewoon huisje, boompje, beestje. Ik ben jaloers op mensen die zeggen van Jezus, dat heb ik een saai leven. Daar ben ik jaloers op.
Ja? Het zit zo grappig aan. Marlei, luister naar me. We houden van je eerlijkheid. We houden van je natte, lieve zeehondenoogjes. Die zo vreugdevol kijken naar een gehoopte, gedroomde toekomst. Nu kijk je dus echt naar boven, daar waar je denkt dat het is. Maar daar is het helemaal niet, Moulay. Moulay, het zit in jezelf. Het zit allemaal in jezelf. Ik heb dat ook moeten ontdekken. Ja, ik was ook een beetje outcast eigenlijk. Want ik was een van de eerste vrouwen die met een buitenlandse man getrouwd was. Ja, ik heb nooit last gehad. Niemand heeft er ooit iets van gezegd. Ik ben ook altijd dik geweest. En sommige mensen worden altijd uitgescholden omdat ze dik zijn. Ja, ik nooit. Omdat ik ben wie ik ben. Het interesseert me allemaal helemaal niet. En dat voelen mensen aan. Ja, ze voelen dat gewoon echt aan. Ik hou van mensen. Dat meen ik echt. Jij zegt, ik wil huisje, boompje, beestje. Ja, dat is eigenlijk wat ik wil. Ja, absoluut. Ja, maar hoe denk je dat te vinden? Dat is een hele goeie. Ja. Zou je dan gelukkiger zijn als je had een vrouw en kinderen? Niet. Is dat die gesloten deur die je eigenlijk wil? Ja. Niemand weigert jou een vrouw. Behalve de vrouwen zelf. Dan wordt Moulay meegetroond naar Frans Oosterhof, een oude docent van Tariq Sadouma. Frans heeft heel duidelijk aangegeven Moulay niet meer te willen zien. Maar Moulay heeft een 30 pagina lange tekst geschreven om een nieuwe kans te maken. Moulay, ik moet je iets belangrijks vertellen. Vertel. Frans wil eigenlijk niet dat je langskomt. Wauw. Hij weet helemaal niks. Kom maar. Zijn we er? Oké. Ja, maar ga dat niet doen. Frans, alsjeblieft. Geef Moulay één keer dat gevoel dat de deuren voor hem opengaan. Eén kwartier. Kijk, zo ziet het er nou uit bij mensen uit de elite.